Hallo, mijn naam is Ronald Kneijnenburg en ik werk voor Interdops. Vandaag wil ik u meenemen in deel 3 van onze blog en dat is het SQL Data Warehouse in combinatie met Git. Wat we gaan doen is we gaan een aantal wijzigingen aanbrengen in ons Data Warehouse en vervolgens gaan we dat synchroniseren met Git op GitHub. En die wijzigingen gaan we dan vervolgens in een tweede project importeren om te laten zien dat we versiecontrole kunnen uitvoeren. Wat is nou zo mooi aan Git? Git is in feite een open source oplossing. En GitHub is daar eigenlijk de webservice, afgeleide webservice daarvan, waarmee je software aan kan passen, projecten aan kan passen. Vervolgens kan delen met elkaar, aanpassen en vervolgens die wijzigingen ook weer terughalen. SAP heeft deze techniek omarmd voor het SQL Data Warehouse. Met het idee om sneller en agile te kunnen ontwikkelen. Met andere woorden, we kunnen dus een bepaald project, een bepaalde dataflow aanpassen, synchroniseren en een tweede ontwikkelaar die kan onmiddellijk diezelfde wijzigingen weer oppakken en verder gaan met de code. Dit is dus anders dan wat we gewend zijn bijvoorbeeld in een normale OTAP-straat, in bijvoorbeeld een productieomgeving of sorry, in een BW-omgeving, is waar een object aangepast wordt, geblokkeerd wordt, vervolgens getransporteerd moet worden, waarna pas de tweede ontwikkelaar ermee verder kan gaan. GitHub in combinatie met SQL Data Warehouse geeft iets meer vrijheid. Ik zeg iets meer omdat je moet nog steeds na blijven denken natuurlijk. Je kan niet klakkeloos commits of ja, nieuwe builds van changes doen zonder te weten welke change je live gaat brengen. Maar het helpt je wel met het beter in kaart brengen van de wijzigingen en op een gestructureerde manier wijzigen en ook weer terug importeren. Wat we hier zien is een tweetal repositories. Of een tweetal containers in feite, zeg maar, van onze Webflex Data Warehouse. Versie nummer 1 en versie nummer 2. Dat betekent dus dat ik als ontwikkelaar deze versie bijvoorbeeld aan kan passen, de Webflex-versie. En vervolgens worden die wijzigingen dus ook weer naar het SQL Data Warehouse van ontwikkelaar nummer 2 gepusht. Dus stel dat ik hier met twee gebruikers in zal zitten, dan zal ik dus tussen die twee versies kunnen schakelen. De kopie van het SQL Data Warehouse staat op Git, op GitHub. Dus we hebben hier eigenlijk een identieke kopie van al onze wijzigingen. Van al onze code die we gebruikt hebben. Wat kan ik nu doen? Ik kan zeggen van nou, ik wil een bepaalde wijziging uitvoeren. Dus laten we eens een kopie maken van deze flow graph. Dus ik zeg copy en ik zeg past. En ja, dat is een prima naam. En vervolgens wordt er een kopie gemaakt van mijn dataflow. Wat we hier zien is de branch. Dus ik kan ook in Git diverse branches hebben. Dus ik kan voor bugfixing kan ik een bepaalde aftakking van mijn softwareproject maken en daar aanpassingen in verrichten. Dus een branch is eigenlijk een afgeleide van een master, een bestaand project. Dus de wijzigingen worden eigenlijk in een aparte tak geregistreerd. Het systeem registreert inderdaad dat ik een wijziging heb. Dus die kan ik nu naar GitHub gaan sturen. Dus ik kan in feite deze wijzigingen naar Git sturen. Even de status terugkomen en daar is die. Ik druk op commit. En vervolgens druk ik op push. En als ik op push druk, dan zullen de wijzigingen naar mijn branch gaan. Het kan zijn, en dat doet hij ook, dat hij de eerste keer misgaat. Want hij moet namelijk eerst even inloggen. Dat heeft hij nu wel gedaan en hij is nu successfully completed. Als we nu teruggaan naar Git, dan zien we hier een aantal commits staan. En we zien dat 36 seconden geleden er een commit heeft plaatsgevonden. En dat klopt ook, want we hadden deze flow graph gekopieerd. Dus zonder dat ik iets handmatig in Git hoef aan te passen, wordt er dus automatisch een wijziging bijgehouden. Wat ik nu wil doen in een tweede stap is die wijziging weer binnenhalen in mijn andere project. Dus ontwikkelaar nummer 1, die ontwikkeld in het Webflix workspace, is nu klaar. Ontwikkelaar nummer 2 wil diezelfde wijziging die ik net heb aangebracht
in feite binnenhalen. Oftewel, we moeten de data op gaan halen. Hoe doen we dat? We doen een pool. En dan vervolgens worden de wijzigingen vanuit GitHub worden binnengehaald. Successfully completed. En we zien inderdaad dat onze change die we in onze laatste commit hadden, copy of remove special characters, inderdaad binnengekomen is. En op deze manier kan er heel eenvoudig code uitgewisseld worden tussen projecten, tussen branches en tussen ontwikkelaars. Dank voor het luisteren!